Vandaag een nieuwe tip. We gaan asperges versnijden in spaghettivorm. En we gaan er daarna plezierig voorgerechtje mee maken. We hebben sowieso onze asperges al gekrapt. We snijden er vanachter nog een stukje af. We zetten, dat is toch makkelijk als je aan het snijden bent, we zetten daar eerst een rechterkant aan. Zodanig dat je die asperge goed kunt neerleggen. En dan snijden we die met een scherp mes. Maar messen in de keuken moeten dan altijd scherp zijn. Snijden we dunne plakken. Zo. En hier kan er nog wel eentje bij. Zo. En dan gaan we ze zo in dunne sprieten feitelijk versnijden. Vermits dat we die asperges gaan stomen, hebben we al een stomer klaargezet. En ik kan dat zelf ook inschatten, dat is zeer dun gesneden. Veel tijd gaan we daar niet voor nodig hebben. Voilà. Snijden er nog eentje bij. Kijk, onze steamer die is ondertussen aan de kook. En dan hoeven we niet meer te doen dan onze dunne sprietjes asperges daarin te leggen. Zo. Heel even wachten. Onze aspergesliertjes zijn ondertussen gaar. We gaan die uit de steamer scheppen. Zo. En dan gaan we daar een plezant voorgerechtje mee maken. Die zijn heel bewerkbaar nu. We hebben een ringetje en we gaan gewoon, zoals we dat met spaghetti zouden doen, gaan we daar die aspergeslierten in laten volgen. Zo. Kijk, en dan even aanduwen, dat ze goed op elkaar zitten. Zo. We hebben ondertussen een roerrijtje geklopt. Roerrij even gelijk verdelen erover. Zo, kijk, niet moeilijk. Plezant voorgerechtje in het aspergesseizoen. Voor de grote dagen, mooie lamel, vers gekookte kreeft erbovenop. Eventueel een klein streepje kreeftensaus. Zeer, zeer lekker. Tot de volgende tip.